Zo ziet het leven van Jieltje Tieleman eruit na de break-up met Koen van de Bankzitters. Jieltje en Koen gingen afgelopen zomer na een relatie van 1,5 jaar officieel uit elkaar. Omdat, zoals ze zelf zeggen, andere ambities hebben in het leven. We zijn al een aantal maanden verder. Maar hoe gaat het nu met Jieltje? De relatie met Koen was niet de eerste die eindigde in een break-up. Toch was het niet makkelijk voor Jieltje. Ze zocht veel afleiding. Door op stap te gaan met vrienden en ging zelfs kort na de break-up naar Lowlands. Vertelt ze in haar YouTube-video met de titel Hartpijn. Inmiddels lijkt Jieltje zichzelf weer helemaal gevonden te hebben. Ze gaat sinds een tijdje naar een therapeut, vertelt ze in haar TikTok live. En dat lijkt haar enorm goed te doen. Zo ging ze al op meerdere surfvakanties, waarvan de laatste naar Costa Rica. En ze speelt in een Nederlandse film, die eind deze maand uitkomt, genaamd Verliefd op Bali. Misschien is dit wel het begin van een nieuw hoofdstuk voor Jieltje, als actrice.